Nou, dit is de plaats waar uw vader en moeder is geboren. Echt waar? Ja. Dit was de winkel van Karel Hongenberg. Ja. Ik zou echt niet meer weten. Die woonde Kuiper. Kuiper woonde die kant. Kuiper. En hoe heet deze straat dan? S-weg. De S-weg. En dan hier rechtachter. Ja. Rechtachter is het Jodenkerkhof. Ja, ja. Maar dit was de plaats waar de winkel stond van Karel Hongenberg. Ja, 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 ja. Ja. En daar is uw vader en moeder geboren? Nee, mijn vader. Je vader? Ja, ja. Ja. Die is dus met 8 broers en zussen hier geboren. Ja. En er zijn er 2 van naar Delft gegaan. Toevallig allebei als smid. Als smid, ja. Ja. En ik weet niet of hij... Tot hoe oud hij hier gewoond heeft, ja. Maar hij is toen in ieder geval bij Voort in huis gekomen. Ja, bij de ja. Oude Voort. Ja, ja, ja. Daar heeft hij dan, dat is dus tot zijn 25ste ongeveer geweest. En toen is hij naar Delft. Ja, ja. Ja, het was hier verder niks, het was allemaal weiland. Het was allemaal weiland, hè? Daarachter was allemaal weiland, mooi. Die kant ook. Ja. Dat is allemaal weiland. Ja, ja, en dan kom je daar bij het kerkhof en daarachter het kerkhof lag het Joodse kerkhof, hè? Ja, nee, het gewone kerkhof, daar ligt aan de andere kant van het dorp. Daar ligt alleen maar het Joodse kerkhof. En dan een eentje verder naar links, daar even straks eerst even naartoe, daar woonden die slossen. Ja, 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 ja. Maar dit was de plek van je vader. Ja, nou, dat had ik helemaal. Ja. Dat had ik helemaal, dat ken ik wel. Daar moet het ergens gestaan hebben. Ja, ja. Kijk, en dan heb je het Joodse kerkhof, die 4 bomen. Die 4 bomen daar. Dat is de Joodse kerkhof. Op de S. Boven op de S. Was ze dan toch op de Vroomhoofdseweg? Op de kruising naar Dalen, zeg maar? Daar staat een andere kerkhof. Daar was toch ook een Joodse kerkhof bij? Hè? Daar was toch ook een Joodse kerkhof? Ja, daar was ook nog een andere kerkhof bij. Nou, daar ben ik wel eens geweest. Dit weet ik niet. Maar welke moet je hebben dan? Ja, deze weet ik niet meer. Of die andere? Ik denk de oudste. Ik begreep hoek, Vroomhoofdseweg, Dalenseweg. Op die hoek? Ja. Die moet je hebben, dat kerkhof moet je hebben. Ja, ja, dat begreep ik. Ja, maar dan, en dat ja. ligt bij het oude kerkhof? Dat ligt achter het oude kerkhof. Juist, dat bedoel ik. Bij Schutters? Ja, ja. Dan gaan we daar naartoe, dat is dus niet deze. Nee, die niet. Kijk, dat is wel goed dat we hier, maar daar woonde die familie Slossen. Ja, dat wel. Dit herken ik gelijk, ja. Dat ken je dus wel weer. Ja, en dit is een nieuw bijgebouwd aan deze allemaal kant nieuw, van de weg. Ja, en daar woont Hendrik Apeldoorn, de oude aannemer. Ik weet niet, ja, maar dat zou we niet hebben. Maar wat ik dus nog wel weet, dat boerderijtje, dat was, ze hadden die boerderij en een stukje land. In de oorlog was dat, moesten zij weg. En toen heeft een man die daar woonde, die heeft dat in bezit gehouden. Dat als jullie terugkomen uit de oorlog, dan krijg je gewoon je eigendom weer terug. Ja. Maar die mensen zijn niet teruggekomen uit de oorlog en daar zijn dan weer kinderen van of familieleden erachter gekomen. Ja. En die zijn dus deze vraag, hoe kan dat dan? Want dat land is eigenlijk nog van mijn vader en moeder enzovoort. En toen hebben ze het verkocht. Ik geloof dat die man dan gewoon is blijven wonen. En dat geld werd verdeeld over die hele familie. Nou, dan gaan we naar de andere toe. Ja. Dan draaien dat we is op de S, want ik ben daar vroeger wel met die Superberg. Die had daar land. Die had allemaal land liggen. Ja. Ja, nee, dat is, ik heb hier een meneer bij mij, dat is Roel Gazan. Delft, en dan heeft hij in de oorlog geweest. Ja. En die zag nu het Joodse kerkhof, maar nu, ik dacht het is dissen. Maar wie moet. Zeker, dat het bij ons moet weer. Ik moet bij jullie weer, maar. Ja, weet je het zeker. Heeft Oeva daartoe ook het onderhoud gehad op kerkhof? Nee. Nee. Alleen Herman, mijn man is er nog. Waar is die nu? Die is nu op de Joodse begraafplaats. Die is nu bezig met de. Nee, daar is niemand nu. Ze bent nu op. Op de gewone begraafplaats, omdat het ook voor 4 mei klombert. Ja. Oh, kijk, ja. En dat hebben we, en dan gaan ze van alle gasten naar de Joodse begraafplaats. Daar moeten ze er wel bij onderhouden. Ja, daar moeten ze bij onderhouden. En natuurlijk, dat doet Herman nu? Ja, dat doet Herman, want dat is een monument ervan. Het valt onder natuurmonument. Zie opa en oma ligt hoor. Mag ik vragen wie? Gazan. Ja, maar Leen. Gazan Slosser. Ja, Slosser. Lena Alving. Ja, nou. Dat is een tante van mij. Nou. Lena leeft nog. Ja, nee. Ja, Lena leeft nog. Lena leeft dan is de volgende Lena. Nee, ik dacht een Lena in Vroomso. Ja, maar Lena, die een hele oude. Heeft in Vroomso gewoond. In de Prinsenkamp. Dat is oude Alving. Nou in Den Ham. Maar hoe oud is die dan? Heel oud. 90.
Ja, denk ik, aan de 90. Nee, want ik ben, ja, ik ben in 50 in, ook nog in Vroomshoop geweest. En daar woonde dus de familie van Lena. En die heette Slossen en nog wat. En oh ja, ja, ze is Slossen. Ja, maar Lena is ook was toen net overleden. Lena is ook al... Lena is ook Slossen. Is ook Slossen. Ja, was ook een Slossen. Maar ja. Lena, ik meen dat Lena zijn vijf moe, dat die door ook op de begraafplaats ligt. Want Lena giet nog wel eens enkel naar de begraafplaats, hè. Maar heeft die Slossen dan ook nog in Vroomshoop gewoond voordat ze hier... Ja, Lena heeft eerst in Vroomshoop gewoond. Daar waar de Prinsenkamp gewoond. En dan is later... hier naar de Ommeweg gegaan. Ja. Joh, daar hangt van toevallig in Amerika. De hele dag vandaag. Wie gaat er even naartoe? Want dat schijnt mijn zoon weer. Als je daar naartoe gaat, moet je wel een foto maken van die grafsteen. Ja, want die hebt er nog waar die stond. Ja. En die hebt er waar die ligt plat. Wie gaat er maar mee? Janine, hé, bedankt. Graag gedaan hoor. Vriendelijk bedankt. Graag gedaan. Nou, kent u dit nou hier? Dat, ja. Alleen reed dan over de Ommeweg, als het goed is, dat ja, weg naar Vroomshoop. Ja, dit loopt naar Vroomshoop toe, ja. Die weg loopt naar Dadelen. Juist, ja. En dan hadden we hier is op de hoek, daar op de hoek, daar hebben we het kerkhof. Ja. En dat is nu een monument geworden, zei ze. Ja. Want de herdenking van 4 mei... Gebeurt ook daar, ja. Dat gebeurt daar op het grote kerkhof. Ja. Dat is het oude kerkhof, het grote kerkhof van de Ram. En dit is aan het Jodenkerk, daar gaan ze ook hier naartoe. Oh ja? Ja. Dat heb ik nooit geweten. Ja, doen ze ja. Dat heb ik nooit geweten. Dus mijn zoon, mijn zoon had wel gelijk, die zegt, ik moet de roots weten. Ja. Kijk, maar daar kwam u dus gewoon weg, vanaf de... Den Ham. Ja, en dan... Ga je zo gaan naar Vroomshoop? Ja. En dan ga je daar dalen natuurlijk. Ja, daar op de hoek gaan we dalen. Maar het is wel helemaal vernieuwd en modern geworden. Ja, veranderd. Dus, ja. Entree. Nou, het is mogelijk dat het allemaal nog zo mooi is, hè? Ja, sorry. Ja, toen was het erg verwaardigd, maar het kwam natuurlijk door die Duitsers. Er mocht niks aan gedaan worden. Schitterend. Ja, het doet mij wel wat, hoor. Het doet wel wat, zo. Ja. Opa en oma, allebei dan. Ja. En hoe heet de zee? Zij heet... Slossen. Slossen. Dat kan ook dat wezen in het Hebreeuws? Ja, dit is Hebreeuws, hè? Ja. Dat zou je dan gewoon moeten laten vertalen, want ik weet het dan ook niet. Kijk, en die is ook Hebreeuws. Ja. Die is ook Hebreeuws. Het zou best kunnen zijn dat deze is. Dat deze bij de zee. Ja, dat zou kunnen hoor. Hé, hier staat het. Gazan. Gazan, ja, daar staat het. Gazan. Ja. Zeker. Zie je? Ja. Dat is ook Gazan. Ja. Die ook, allebei. Dat zijn ze allebei. Dat zijn ze allebei. Die kun je natuurlijk niet zo in het Hebreeuws veranderen. Nee. Over zou daar of niet? Hier staat weer wel wat. Helen. Echtgenoot van Jacob. Eens man, eens. Ja, maar die weg moet je wel eens, man. Overleden. 12 juni 1871, oud 63 jaar. En daar staat ook Jacob Eesman. Ja. Jacob Eesman, over 125, oud 63 jaar. Ja. Dat zijn volgens mij de overgrootouders, hoor. De overgrootouders. Volgens mij wel. Want mijn vader is geboren in 1900, dus leefden die mensen nog. Nee. En deze is overleden in 1868, dus zijn zijn overgrootvader. Dat is zijn opa. Ja. Dat is het. Want hij is in 1900 geboren. Ja, dat klopt. Zie je? En die
andere vader. Dus zijn vader was veel ouder dan zijn moeder. Dat weet ik ook uit die data's. Ja. Maar dit zijn volgens mij de voorouders daar. Ja, dat is goed. Ik zal er ook iemand op zeggen, Jacob. Jacob Eesman, overleden. 1868. Ja. Maar jij hebt toch ook een andere jaartelling hebt van thuis? Aan de voorkant, ja zeker. Kijk, de voorkant en de achterkant is allemaal andersom, ja, hè? Ja, het is helemaal anders. Ja. Jij ja, toch ook? Kijk, maar van thuis dat 5581 hier, dat is allemaal anders. Ja, daar staat gezang onder, ja zeker. Staat het, joh. Mogelijk, hè. En die heb ik nooit gevonden dus, hoor. Want ik ben toen ook eens een keer geweest, maar ik zeg het. Maar die naam ken ik niet, hoor. Deze. Nee, maar dat is een voorouder. Dat zijn de voorouders dan weer. Ja, ja. Mijn vader is van 1900, dus ja. Toen leefde zijn vader en moeder nog. Die zijn misschien in 1910 of in 1915 overleden. En deze is 1868. Ja, en Gazan, net wat u zegt, ja. Daar kan u zomaar niet wat anders nee, van maken. Nee, kijk, maar de bovenste, dat is allemaal Hebreeuws. Ja, ja, maar dat onderste. Ja. Maar dat onderste is echt. Ja. Is dat echt Gazan? Ja. Daarom zeg ik, ik moet nog even kijken op dat mapje van Martin. Ja. Of die daar ook nog die voorouders hebben. Dat geloof ik niet. Geloof ik ook niet. En dat 1800 zoveel dat komt, dat is een gelde vanaf 1811. Zou je dat op kunnen pakken, tot 18 jaar. Ja, ja. Hé, hey, dat is zo'n hangen voelen nu, hè? Mooi, hè? Ja, ik vind het echt mooi. Nou, is dat mooi zo, is dat mooi voor jullie? Dat je dit vandaag, het is allemaal toeval zo, maar goed, dat moest zo weer, dat is goed. Ja. Dat is goed. Heel goed, ja, heel goed. En het blijft bestaan, kennelijk. Blijf, ja, ja, ze zijn er zuinig op, hoor. Ja. Aan de andere kant. Doe hem weer dicht. Ja. Het ontsloren verleden. Ja. Nou, rol Gazan. En de vrouw, het was me een waar genoegen. Ja, mij ook. Echt. Onzeker. Wederzijds. Dat je zoveel moeite doet om dat te doen. Ja, dat hadden we niet. Dat is verdiend. Nou. Altijd goed.